Gijsselen, Gijsselen. Hoe hebben jullie dan nou eigenlijk naar de het officiële gedeelte, zeg maar? En we beginnen eigenlijk met het meest creatieve team wat wij hebben gezien. En dat was Team Dex. Ik weet niet of Dex er nog is. Ik wil jou fantastisch, feliciteren, jongen, midden in de behalen prijs. Ik heb het al gevraagd, wat gaat er nog in? Ja, zonder Dex had ik het niet kennen natuurlijk. Hè. Dat snap ik ook. Maar het kind van... Die heeft ze zelfs bij de mijl van Marissa niet. Ik zal zeggen, Dex, jongen! Hé, hey, proficiat, jongen, je hebt een prijs gewonnen. Ja, dat is wel goed. Kom maar eens mee. Hey. Ik heb het zo. Ik heb het zo. Super jongen. Hartelijk applaus voor de winnaars van de creativiteitsprijs. Team Dex. Maar het is een beetje vergelijkbaar, want ja, het is geen leuke titel of niks. Ze noemen jou het hele jaar slappe zak. En dan moet je naar de mond kunnen gaan. En dat is niet voor iedereen weggelegd.
Ja, er is maar één iemand die daar verdient, de nieuwe titel Slappe Zak van het jaar. Er staan er wel een paar, ja, ik zie al wat bekende gezichten, maar ik denk, ja, daar staan er een hoop, ja. Ja, die zijn het al. Ja, die zien we allemaal daar. Kat van Hout, ja, Kat van Hout. Ja. Wel Koolenberg. Joris Scharretsen, ja, Joris Scharretsen. Ja, maar er kan maar één, de nieuwe slappe zak van het jaar zijn. En ja, Nick, aan jou. Ja, goedenavond allemaal. Het was weer een moeilijke keuze om Leo weer een hele slappe zak te kiezen. En allemaal te maken omdat je om je zoveel slappe zak hebt. Rond jou 30 jaar, je wordt er nu van. Als je helemaal slappe zak bent, dan ga je ook zoeken naar de slappe zak. En eigenlijk, de zoeken is er wel meegevallen, want ik zie daar, oh, Tim van Zakken eigenlijk. Tim die zei wel even kijken, als je bij niet op trainen wordt, dan hebben we al een slappe zak. Dus kom maar uit, nee, grapje. Kijk maar, kom maar toch, nee, grapje. Ik wil Ralf Koolenberg ook even bedanken voor de mooie pruik vandaag. Joost van der Velde dat hij hier is. Freek van Bussel, kei mooi dat je er bent. Jannes, Frank Zeelen, bedankt. Er is, ik zal er maar niet meer gaan draaien. We hebben, er is een kapot gaande en heel veel appjes en mensen met elkaar niet te spannen en heel veel liegen. Is het dan toch van gekomen en onze nieuwe 37e slappe zak is geworden voor Erik Moos. Slappe zak. Sorry. En ga je maar zeggen, die Freek, die gooi schoen voor de gek houden, maar die zat lekker een kapot geklokken. Ik voel me eigenlijk sinds gisteravond een beetje nattigheid. Ja, het ging veel te makkelijk. Het ging veel te makkelijk. Ik denk, Freek van Rutte, die een paar vrijdag begonnen. Ik zei, kom, dan mag ik wel uit stap. En, ik zie hem net filmen. Ik denk, ja, iets gaat er niet goed aan. Ja, sorry, ik denk niet zo goed. Maar er zijn natuurlijk wel wat redenen ook omdat je in een slappe zak bent. Reden 1 is, je hebt gevoetbald en nooit echt doorgebroken, dus dat is al een slappe zak. Inmiddels kunnen we zeggen als je PSV-fan bent, ik ben het ook, dan ben ik ook in een slappe zak. Ja, als je zo bij nog bent in een slappe zak. De linkervoet, ik ben een slappe zak, de rechtervoet, ik ben een slappe zak. Eigenlijk is alles compleet dat jij de nieuwe slappe zak bent. En ja, sterker dan mij de komende tijd. Ik hoop dat je dadelijk allemaal zijn, maar ik wil goed komen zo te zien, want je hoort er alleen maar knapper van waarschijnlijk. Ja, we gaan eens even de tas ontleden. Kijk eens. Was dat ook maar een schot zijn? Maar ja, dat is niet meer. Ja, dan zitten de medailles in mijn handen, maar dat moet allemaal. Oh, de receptie is dadelijk hier, dus ik wil allemaal een vuur om hem hand te geven of een kusje. Wil jij nu een foto maken? Met kleren of zonder? Wel kleren aan, ja, dat is goed. Nee, dat kan ik wel goed aan. Ja. Slappe zak. Moeten die kennen nog niet overhandigen? Oh, dat kan dadelijk. Geen paniek. Ik heb ook een schone medaille, pak ik even niet even op. Ja, het is een grandioze foto. Ja, het is niet veel bereid. Het zijn geen halve maatregelen die we getrapt hebben. Ik ben blij dat je op het einde van het jaar jarig bent, dan ben ik misschien wel beter gegeten, dus... Nee, kom wel uit beneden. Piet. Kijk je de voeten? Piet?
Mooi foto kreeg hij. Alleen ja, het filmpje waar hij nog zat. Fijn dat jullie in zo'n grote getal in komen bent. En volgend jaar weer met jij. Proost! Erik, iedereen zit natuurlijk te wachten op jouw reactie. En jouw lijstgeur. Natuurlijk ja, heb ik de twijfelachtige eer om een slappe zak te zijn. Maar de eer is dan wel dat ik dat de grootste slappe zak gekozen heb kunnen worden als dat ik. Niks in 2 jaar bij ons in de familie. En de komende jaren in ieder geval 1 plaats minder op mijn verjaardag. Dus ik ken een mooie klus in huis. Ik vind het hartstikke leuk en ik denk dat het een mooi clubje is om wat biertje mee te gaan drinken. En dag Peggy, dag Frank. Ja, normaal zijn het verrassingsfeestjes van jullie, maar de laatste keer dat ik het zaal zo vol heb gekregen, moest ik iedereen betalen. Dat was van bruiloft, maar dat ga ik nou niet doen. Laat de familie houden, liever te dik in de kist. Hè? Jongens, fijn de carnaval! Zo doen we. En iedereen klaar, kulver. Hoe voelen wij je? Beroerd. Nee, maar dat heeft meer met de afgelopen dagen te maken dan met dan deze uitreiking, zeg maar. Deze... De afgelopen dagen zijn maar gespot. Nou ja, ik ben al vanaf vrijdagavond op stap, dus... Je bent gespot door de strappe zakken? Eerlijk gezegd, de strappe zak. Nick, kom eens. Hey, Nick is... In godsnaam Nick bij Erik terecht. Nou, vertel maar Nick. Nou, ons vrouw, dat is een... Dat is een repeatom en die heb ik op feestjes wel gezien en ook vooral gehoord. En die humor die stond er wel aan, dat is de moze humor. Goeie slapzak. Maar het is, het kwam meer bij Erik uit. Zeg ja, dat is heel moeilijk, wordt het niet meer. Maar hij heeft een oor aangenaaid, Ik heb hem wel een oor aangenaaid.
Right.
Gielke, jullie de blankaard. En dan heet, wij zijn gewoon goed bezig. Ook al zijn er jullie van hier. Bye.
Dit is Koning Carnaval door de Beeldruiters 2023. Rob Jansen. Carnaval. Je bent een paar uur te vroeg.
Thank you.